Loop jij nog steeds met die verboden schoenen van Nike eigenlijk? Ze zijn niet verboden, hè? Oh, jij bedoelt die dopingschoenen. Die dopingschoenen, die bedoel ik, ja. Met die veren. Als ik ooit een marathon ga lopen, dan vraag ik Ron als haast. Als jij ooit een marathon gaat lopen, Frank Evenblij. Frank Evenblij, hoe zou het zijn met de beste en de vrolijkste marathonloper van Nederland? Jij bedoelt Abdi Nageye. Abdi. Abdi Nageye, daar gaat het volgens mij altijd goed mee. Want die man die heb ik nog nooit niet vrolijk gezien. Nou ja, hij zou de marathon van Rotterdam lopen, maar die is uitgesteld naar eind oktober. Ja, dat is waar. Maar Abdi zit, dat weet ik namelijk, op dit moment ergens in het zonnetje in Kenia. Ik weet niet wat er daar achter jou gebeurt, maar er stond eerst een servies van je oma. Dat is er nu niet meer. Maar Abdi zit in Kenia, in de zon. Dus volgens mij valt het prima. Abdi, hoe is de sfeer? Hey! Abdi! Goeiedag. Hallo man. Hoe is het leven? Ja, hoe is de sfeer in Kenia? Niet slecht. Maar zit jij, Abdi, zit je in een auto of in een bus? Wat is het? Ik zit in mijn auto. Ik was ergens hier met koffietje aan het doen. Hier mogen wij sinds een paar dagen gewoon naar het restaurant. Zolang je de 1,5 meter aanhoudt, afstand. Ja, ja. Maar er was te veel geluid, dus ik dacht ik ga in mijn auto zitten. Ja, nou je geluid is prima zo. Hé, maar Abdi, je zit toch in Eldoret, hè? Ik zit in Eldoret, ja. En dat is toch echt een beetje het hardloopmekka van Afrika? Absoluut. Van de wereld misschien. Ja? Dus heerlijk. Mooi weer. We hebben niet zoveel dingen gehad hier over corona. Eigenlijk wordt Afrika een beetje... Afrika moet eigenlijk misschien meer credit krijgen hoe ze de corona hebben aangepakt. In Kenia hebben ze heel snel een beetje alles dicht gedaan. Mensen luisteren goed. Weinig gevallen eigenlijk. Terwijl Kenia toch wel een hele grote toeristenland is. Maar wat voor maatregelen zijn er dan getroffen daar in Kenia bijvoorbeeld? Hier is het eigenlijk heel simpel. Mensen moesten thuis blijven. Alles was dicht. Dus behalve de regering offices. Restaurants waren dicht. Clubs waren dicht. Scholen? Alle meetingplekken, scholen. Alles eigenlijk. En om 7 uur moest je binnen zijn. Tot 5 uur in de ochtend. En de eerste paar dagen hadden ze mensen wel heel goed aangepakt hier. Wereldnieuws. Dus ze hadden 4 doden en 7 doden door de politiegeweld. Maar toen gingen mensen dus wel heel snel naar binnen. Ja, dat is het. En mensen zijn heel snel bang hier. In Nederland hebben mensen door van het is een virus. Maar hier denken ze echt dat het een ziekte is. Dat je dan echt aan dood gaat, ook als je 20 bent. Oh, dus ja. Mensen hadden angst. Dat heeft ook geholpen eigenlijk. Mensen vinden het heel eng. En ze zijn echt bang voor. Dus dat is heel goed. En aan de andere kant, als het net als in Nederland was en in Europa, dan was het hier drama. Want ik weet niet hoeveel IC-bedden hier hebben, maar dan was het wel echt drama geweest. Ja, maar wat ook wel gunstig is misschien, is wat ik ben wel eens in Congo geweest. En wat ik eigenlijk heel leuk vind van Afrika, het leven, het dagelijks leven, is vooral buiten. Absoluut, ja. En toen moesten in 1 keer mensen naar binnen. Dus dat was heel erg wennen. Dus daarom, sommige mensen dachten van, moet ik nu al naar binnen, weet je wel. De vrouwen die buiten de fruit aan het... verkopen waren. Toen kwam de politie en met stokken waren ze naar binnen gebracht. Maar dat is echt zo, echt met stokken naar binnen geslagen dan? Ja, de politie was heel geweldloos, gewelddadig in het begin. Maar dat is heel Afrika zo. Heel moeilijk, want kijk, in Nederland of in Amerika krijg je uitkering. Maar hier, heel veel mensen, ik denk 70% van de mensen, krijgt per dag zijn salaris eigenlijk. Dus eind van de dag krijgt hij cash. Ja. En nu moesten mensen in een keer heel lang naar binnen. Trouw en NRC hebben heel veel artikelen over geschreven. Ze kunnen niet volhouden in Afrika. En ik begreep nu, 6 juni is de deadline, is de laatste dag dat de lockdown is. En nu denkt de regering wel van, we moeten wel mensen nu toch een beetje op gang laten komen. Want, de armoede die gaat, wordt alleen maar erger en erger natuurlijk anders. Ja, natuurlijk. Ja. Nu de diefstal en overval is niet normaal. Dus... mensen hebben gewoon geen geld op een gegeven moment en dan moeten ze wel iets laten versoepelen. Ja, dus mensen vinden scholen niet zo belangrijk, maar eten. Iedereen wil wat eten. In Nederland hebben we over terrassen en de fitnessschool. En hier hebben ze over, ik wil mijn maispap. Hallo. Ja, dat is wel even een andere realiteit, ja. Hey, Abdi, heb jij nog een lul gehad met de stok dan van de politie? Nee, ik was, ik moet mijn 2 benen goed beschermen. Dus ik was een half uur van tevoren al altijd naar binnen.
En, want ja, je kan wel zeggen, oh, ik ben een topatleet of dit en dat, maar dan ben je al te laat. En dus je kan beter... Jij kan toch wel harder rennen dan die agenten, lijkt me. maar ik wilde die risico niet nemen. Nee. Maar hey, hoe heb je dat dan gedaan? Heb je nou wel kunnen trainen of zo dan in al die tijd? Ja, absoluut. Ja, in je eentje dan wel. Ik ben gewend om in een kamp te zitten. Je hebt op een gegeven moment zo'n ritme, weet je wel, met een grote groep. Je hebt fysio, je hebt auto's beschikbaar, je hebt alles. Een stukje verderop dan in Eldered, buiten de stad. En nu moest je zelf opstaan en gaan lopen. Terwijl je in een rustperiode zat. Want wij, de marathons, hadden wel geluk. De baanatleten hebben wat moeilijker dan ons. Maar wij hadden eigenlijk... Ja, we hebben niet gelopen, maar we hebben ons seizoen al gehad. Het was 2 weken voor Rotterdam Marathon. En toen moest ik... toen was het afgelast. Maar dan heb ik al 4 maanden getraind. Dus dan is mijn seizoen over. Dus dan moet je plannen, hè. Eerst 3 weken rust nemen. Dus dat kwam gunstig uit. Maar daarna moet je weer gaan trainen. Maar zonder een doel. Dus dat was heel moeilijk. Maar ja, je probeert gewoon te blijven te bewegen. Ik mag gewoon naar buiten. Je mag trainen. Dan hoef je geen masker op. Maar en wat grappig is, hier was al 1,5 maand geleden of zo dat je met de masker moest lopen. Oh ja? En, ze hebben wel hier goed aangepakt. Maar je kan niet eentje trainen, je mag met z'n tweeën trainen. Maar dan hoef je geen masker op? Gelukkig niet. Maar waarom niet dan? Als je hardlopend bent, ja, dan wordt het lastig. Als je hardloopt? Ja, nou ja, goed. Ja, je moet in Nederland moet je in de trein maskers op die niet werken en anders krijg je een boete. Ja, oké. Hier moet je wel, maar tijdens trainen hoeft het niet. En 2400 meter hoogte wordt wel lastig met een masker. Ja. Ja, ik vind het wel pittig hoor, Abdi, wat jij vertelde. Mensen gewoon daar naar buiten willen om te eten voor een bordje maispap, weet je wel. Want hier in Nederland hebben we discussie gehad, net in de politiek. En in Nederland zegt de politiek, tenminste een heleboel partijen, die zeggen absoluut geen enkele extra euro naar ontwikkelingshulp. Hè. Dat willen ze absoluut niet doen. Nee. Ja. Ja, het is wel een wake-up call voor de Afrikaanse landen. Een land als Kenia, die heeft gewoon 70 jaar lang independent gehad. Geen burgeroorlog, geen gekke dingen, net als de rest van Afrika. En toch lopen ze nog achter. En mensen worden nu wel wakker van, ze weten wel wat aan de andere kant van de wereld gebeurt. Mensen worden geholpen. En nu hebben ze zoiets van al die politici die we altijd voor demonstreren en voor stemmen. Die hebben genoeg geld en genoeg auto's in hun garage. Maar wij hebben niks. Dus mensen beginnen nu wel echt te denken van, het moet nu anders. Maar hoe kijk jij naar die humanitaire hulp die dus vanuit Europa wordt geboden? Want er zijn heel veel landen die zeggen ook, we moeten ook Kenia, we moeten daar de Afrikanen allemaal helpen. Maar Nederland zeggen ze gewoon hand op de knip. Ja, heel zuinig. Ja, kijk, ik ben ook, natuurlijk, kijk, als je... Het is wel je eigen mensen. In Nederland zegt ook tegen Spanje en zo. Jullie hadden maar eerst jullie financiële dingen op orde. En ik denk ook dat Afrika eigenlijk... Ze hebben alles hier. En ik denk dat je mensen moet leren hoe ze... Net als in de Bijbel of zo. Niet vis geven, maar dat je leert hoe je moet vissen. En al die ontwikkelingslanden. Aan de ene kant ben ik ook een beetje tegen. Want ja, gratis... iets gratis krijgen, word je ook niet slim. En moet alert en dat je dingen ontwikkelt. Alles blijft gewoon stil in Afrika, terwijl ze alles hebben. En nu denken mensen, heel veel activisten, die denken van, het moet echt anders. We kunnen niet alleen maar dingen vragen en heel veel geld vragen van China, die ze allemaal moeten terugbetalen komend 50 jaar. Dus mensen beginnen nu wel echt heel anders te denken. Van, kijk, als de rest moeilijk heeft, dan denkt iedereen... Kunnen wel een schitterende huis even, je moet ze leren vissen. Ja, dat is heel oud, maar dat is echt wel zo. Al die... van gratis word je niet slim. Dat heb ik heel lang gezien in Afrika. Ja, want hoe kom jij aan je geld? Want jij bent natuurlijk normaal financieel ook afhankelijk van wedstrijden. Ja, stil. Ik denk dat ik bijna 60% afhankelijk ben van wedstrijden en de rest van de sponsoren. Maar ik begreep ook, de sponsoren hebben ook ergens hele kleine letters zitten van, als we moeilijk hebben, mogen we ook van hoeveel procenten afdoen. Ja. En wij gaan gewoon moeilijk krijgen. En heel veel atleten die sparen soms niet, vooral in Afrika, dan krijgen ze geld en dan geven ze de rest aan de familie of ze kopen ze een farm. Je hebt hier geen spaardingen of iets voor de komende jaren sparen. Hebben ze gewoon, dat zit niet in de mentaliteit in Afrika. Heb jij dat gedaan? Heb jij dat gespaard? Ja, wel, gelukkig was ik heel jong in Nederland geweest en op jonge leeftijd.
Dus ja, ik wist wel wat sparen. Ja, oh, heel goed. Maar jullie krijgen allemaal telefoontjes van atleten van, mag je wat geld leren? Ik zeg, nee, hoe ga je terugbetalen? Ja, ja, kom voor de marathon. Ja, maar dat is ook niet zeker. Dus gaat ook niet gebeuren. Ze bellen jou niet op zijn geld van jou mogen leren. Ja, een paar atleten. En maar dan is het van, nee vriend, het is gewoon moeilijk. Voorkom maar een van je fams. Ja, jij bent eigenlijk de meest Nederlandse Keniaan die je kende, Abdi. Ja. Wij lazen wel een mooi plan van Jos Hermes, ook jouw manager volgens mij. Die had een plan om jou een tijdrit te gaan laten lopen tegen een andere marathontopper. En marathon is wel heel anders dan je eentje fietsen. Dus het wordt wel moeilijk om wat voor tijden willen lopen. Ga je voor een snelle tijd? Is het alleen maar zo'n tijdrit? Maar wij staan voor alles open. Kijk, de wereld staat gewoon op zijn kop. En als wij... We willen gewoon lopen. Hoe dan ook als het op baan is, een marathon lopen. Dus, wat is jouw PR? Wat is jouw PR trouwens op de marathon? Dat je niet weet. Nee. 2-6, dat is een Nederlandse record. 2-6. Oh ja, tuurlijk. Ja. 2-6. Hoeveel kun je er nog vanaf knabbelen, denk je? Oh, ik denk wel 3 minuten. Serieus? Dus, minuten? Kijk, ik ben nu 31 en ik denk op je topste ben je 35. En ik liep al met blessure toen ik 2-6 liep. En ik denk dat ik dit jaar of volgende jaar zeker, ik kan wel 2-4 nu lopen. En komen de 2 jaar zeker 2-3 en wie weet daaronder. Ja, dat vind ik wel sensationeel. Dat zou geweldig zijn, ja. Ja, kijk, het is meer van de change van je mentaliteit. Als ik in Nederland was gebleven, had het niet gekund, denk ik. Maar hier weet je gewoon, als je heel hard traint, je volgt, hun hebben ook voordeel hier, hoogte, simpele leven. Ver van de stad, want hier zitten we in Eldred, maar we zitten straks in de kamp, 20 kilometer hier verderop. En dan is alleen maar trainen, slapen, eten, trainen, slapen, eten. Ja, dan komt het vanzelf. Loop jij nog steeds met die verboden schoenen van Nike eigenlijk? Ze zijn niet verboden, hè? Nou ja, dat is wel een beetje gedoe. Je bedoelt die dopingschoenen. Die dopingschoenen, die bedoel ik, ja. Met die veren en zo. Nu train ik gewoon met mijn normale schoenen. Maar het zijn gewoon geweldige schoenen en innovatie hoort gewoon bij. Maar dat was het probleem met de atletiek. Hè? Ze willen heel klassiek blijven. Iedereen heeft het over bikini met blote voeten. Ja, kom op. We zitten niet in de jaren 60. Het is nu 2020. We moeten gewoon heel veel andere dingen anders doen. Marathon is ook waar je loopt en wat je wil op dat moment. Ja, wel jammer. Ja. Rotterdam, dat was nu ongeveer, geloof ik, of niet Rotterdam? Dat is een hele snelle marathon. Begin april was het. En helaas. Er is één groot voordeel, hè, dat de marathon van Rotterdam niet doorgaat. Voor jou, Abdi. Want Arjen Robben zou meedoen. Oh? En we weten allemaal, dat is de allersnelste man op aarde. Ik denk dat hij jou er helemaal uit had gerend. Ja, maar ik ben bang dat er geen 100 meter is. Hij kon wel hard lopen, maar dat was misschien 60 meter. Ik zou Robben wel graag als haas willen hebben. Als ik ooit een marathon ga lopen, dan vraag ik Robben als haas. Als jij ooit een marathon gaat lopen, vraag ik even. Wat is 2 kilometer? En dan de rest van de 40 kilometer alleen. Nou, dat is een mooie stunt. Ja, dat lijkt mij wel, Weet je, Frank, dat vind ik eigenlijk een geweldig project, weet je. Dan vraag ik even, blijf aan de marathon lopen. Met Arjen Robben als haas. Met Arjen Robben als haas. Ja. Hey, ga jij ervan uit dat Rotterdam in oktober doorgaat? Ik hoop voor ze. Ook voor Amsterdam en al die andere marathons. En het zal niet als normaal zijn. Maar ik hoop wel dat ze heel goed overleg blijven met de politiek, met de gemeentes. Elke branche moet gewoon zijn stem laten horen. Ja. En de regering moet heel duidelijk zijn. Wat net als, niet net als Boris Johnson van dit en dat of dat. Maar gewoon heel duidelijk en dat iedereen dat heel eerlijk is. En ze hun stem laten horen en blijven overleggen. Ik hoop dat het doorgaat, man, in oktober. En dan hoop ik dat we jou weer in actie zien. Ja. Ik hoop het echt. In het begin was het, het gaat om, hoe kun je nou over sport praten? Maar nu is het van, ja, we willen ook gewoon leven. Natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Wij hopen op de marathon van Rotterdam. Inshallah. Ja, Abdi, dankjewel voor je tijd. En we hopen je snel weer te spreken. Dankjewel. Hey, dank jongens. Hey, tot ziens, hè. Hakuna Matata. Doei. Yo, Hakuna Matata. Abonneer je nu op ons eigen YouTube-kanaal van Bureau Sport. En wat zien we daar? Allerlei hartstikke leuke, verrassende, grappige filmpjes met ons. Wow! Tjoep tjoep! Die Wally. Mis hem nog iedere dag.